Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van Openbare Werken start binnenkort met een pilotproject waarbij grof vuil van huishoudens in het district Wanica zal worden opgehaald. Dit project is geïnitieerd omdat burgers met grof vuil zitten en die niet adequaat kwijt kunnen, met als gevolg onhygiënische en gevaarlijke situaties. Het grof vuil zal alleen in het weekend en op nationale feestdagen worden opgehaald. Bij controlewerkzaamheden in Brokopundo en Sipaliwini heeft ECD enkele overtredingen geconstateerd. Het gaat om prijsaanduiding en prijsopdrijving. Ook bleek dat voorverpakte goederen niet conform het juiste gewicht werden verkocht. De medewerkers hebben de winkeliers ook moeten wijzen op de maximale winstmarge die is voorgeschreven volgens decreet E2A. 35 padvinders van 5 verschillende padvindersgroepen zijn gisteren begonnen met een vierdaagse loop door Kommewijnen. Tijdens deze zwerftocht doen de deelnemers diverse scoutingactiviteiten. De loop is ook om anderen te inspireren zich aan te sluiten bij de beweging. Onder deze deelnemers bevinden zich ook de padvinders die Suriname zullen vertegenwoordigen op de 25e Wereldpadvinders Jamboree in juli en augustus in Zuid-Korea.